festival aan de Vlaamse kust. Na 8 jaar Zeebrugge en 6 jaar Blankenbergen presenteren we dit jaar de 5e editie van het festival in Oostende. En zeg nu zelf, welke andere badstad is meer gelegen en genegen voor dergelijk evenement? Dit jaar zijn we begonnen met de opbouw 22 mei. Om open te gaan morgen voor het publiek 23 juni. Dat betekent 1 maand opbouw met wel geteld 34 artiesten uit 9 verschillende landen. Dit jaar verwelkomen we artiesten uit Mexico, Australië, Italië, Spanje, Oekraïne, Polen, Duitsland, Rusland en ik ben de enige Belg. 9 nationaliteiten, 34 artiesten, 1 maand gewerkt, bijna 3000 maaltijden in een restaurant Het Botteltje hier in Oostende. Dankjewel Henriette en de familie. Niet minder dan 1200 overnachtingen en een hotel Access hier achter de hoek. Dus ook in de opbouw is het goed voor de middenstand, niet alleen als festival open is, maar ook tijdens de opbouw. In 1 maand tijd niet minder dan 240 vrachtwagens zand getransformeerd in 150 personages van de 4 huismerken van de Walt Disney Company. De Disney klassiekers, alle 13 prinsessen met hun prins, alle nieuwste films van Pixar, Star Wars, 6-tal figuren en de alle helden van, superhelden van Marvel. 240 vrachtwagens Ardennes grottenzand. Dit zand, die hier verwerkt is tot de beelden, heeft 135 kilometer in een vrachtwagen gezeten. Dit zand komt uit Hartje Wals, Brabant, de streek rond Louvain-la-Neuve. En dit zand bevat heel veel klei. En klei heeft de eigenschap in de zon dat het uitdroogt en heel hard wordt. En we hebben een heel goede droge opbouwmaand gehad. Nu, we zijn heel tevreden. Dus het ziet er al naar uit dat het festival zal verlengd worden, maar de burgemeester die weet dat nog niet, maar hij weet dat nu al ondertussen. Maar de beelden zijn dus keihard geworden en bestand tegen alle weersomstandigheden. Het is de bedoeling van de beelden niet aan te raken, maar je zal zien, de beelden zijn heel hard. Er is nog 1 beeld die in de houten bekisting staat, ook een keer om aan jullie te tonen, dus dat zand wordt machinaal gecompact in houten bekistingen. We laten dat uitdrogen. Als we het goud verwijderen, resulteren we in keiharde zandblokken. Klaar om in te sculpteren. Deze blok wordt onze voetbalblok. Wij wachten nog op de uitslag van de voetbal. En straks komen hier de belangrijkste personages in met de nodige persaandacht. Voilà, ik wil nog een keer onze burgemeester en de stad Oostende en alle betrokken diensten, de gemeenteraadsleden, het voltallige schemcollege, iedereen bedanken hier in Oostende voor de prachtige, fantastische samenwerking. Hier op het strand in Zeebrugge, dit terrein is 10.000 vierkante meter groot. Dat is 1,5 voetbalveld. We hebben het goed volgezet dit jaar. Straks is er iets lekkers om te eten. Er is de hele avond drank. En alle artiesten zijn hier ook. Ik zie dat er al een beetje bijgekomen zijn. Vova, Vyacheslav Baretsky, die is al naar huis. Dimitri Klimenko van Sint-Petersburg, die is ook al naar huis. Er is nog een naar huis. Goed. Ivan Tverev uit Sint-Petersburg is ook al naar huis. Ilya Shanin, thank you very much for the good artwork. Alexei Ivansin, thank you very much for the good artwork. Victor Gogolin, thank you very much for the good artwork. Dimitri Glebizdov, thank you very much for the good artwork. Oleg Vorobyev, thank you very much for the good artwork. Yuri Nazarkin, thank you very much for the good technical artwork. I love you, man. Taimur Abdulganiev, thank you very much for the good artwork. Alexander Celebrowski, you know I like you too. You are a very strong guy and this is what we like. Thank you very much. Nikolai Manneken, thank you very much for the good work you have been doing with us. Susanna Poker from Germany, thank you very much for all the years here being with us and taking good care for Franco Daga from Italy, Captain Barbosa. Okay. Benjamin Prabanza from Acapulco, Mexico. Andrea Gaspari from Milan, thank you very much for the good artwork. Rogelio from Acapulco, thank you very much. And Calisto, Cali Molina Navarrete, thank you very much from Acapulco. Siruga, Sergei Celebrowski, thank you very much for the good artwork. Sergei Zaplatin from Ural, thank you very much. And some artists are not here yet, but
that's no problem. In the meantime, I will give the word to Johan. Thank you. Thank you very much. I would like in your name also to thank Alexander, because he has been 1 month busy all the time, hurrying you up, pushing you, annoying you, but today you forgive him. It's good. He's a good man. Iedereen hier hartelijk welkom op deze opening. We weten nu ook dat hij het langer gaat openen. Dat betekent dat we meer geld in de stadskas gaan krijgen. Dus we zijn zeer blij uiteraard. Want we weten dat hij dat graag wilt. Maar hartelijk welkom in elk geval. Ik heb reeds toch een klein beetje kunnen kijken. De mensen hebben ook, verschillende mensen reeds gezegd dat dit jaar het artwork zeer goed was. So several people already told us that the artwork this year is excellent and one of the best editions we ever had. So congratulations, because I think it's very important. We can applaud him for the quality. Yes, indeed, that would be nice. Een klein beetje een andere manier van het op te stellen. Ieder jaar moet het wel een klein beetje anders zijn. Maar ik denk dat het ook dit jaar een succes is. Het is een vaste traditie geworden. Het is een deel van ons toeristisch aanbod om hier naartoe te komen. En ik wens jullie in elk geval heel veel geluk. Gezien ik denk dat we heel veel interesse hebben om daar straks iets te gaan eten, ga ik het heel kort houden. En in elk geval bij deze is deze 21ste editie plechtig geopend. Dankjewel en geniet van de avond.